Welkom bij de Workout of the Day. Mijn naam is Jordi, dit is Tim. We hebben vandaag 4 nieuwe oefeningen voor jullie die we even kort gaan uitleggen. We doen 1 ronde, gaan we daar ook samen met jullie meedoen. Per oefening doen we daar 25 herhalingen achter elkaar. Hier doen we 1 ronde eigenlijk met jullie mee. Daarna mogen jullie thuis nog 3 rondes uitvoeren. Dus in totaal zijn het 4 rondes. We hebben geen muziek erbij staan. Wil je dat wel, zet gerust thuis even lekker muziek op, dan kun je dat motiveert misschien om tijdens de training nog iets meer te geven. Yes. Gaan we naar oefening 1? Yes. Mooi. Oefening 1 ga je naar een plankpositie en dan ga je met hier de benen om en om op tillen, oftewel de plank leg lift. Super. Oefening 2 mag je weer gaan staan. Ga je vanuit een squat, ga je alleen aan de rechterkant naar een lunge, stap je weer terug. Goed zo. Oefening 3, pak je je touw, onzichtbaar touw, en ga je touwtje springen met je voeten om en om. Optillen op deze manier. En de laatste oefening is weer hetzelfde met de squat, alleen dan de lunge aan de andere kant. Super. Top. Mag jij beginnen met de eerste oefening? Ja, klaar voor. 25, hè? Ja, 25 herhalingen. Dus op deze manier ga je 25 herhalingen uitvoeren. De benen gaan om en om. Zoals je ziet is het lichaam 1 rechte lijn. Wil je het zwaarder maken? Mag je ook op je knieën, laat maar zien Tim. Dan kan je eventueel vanuit je knieën toch proberen je benen op te tillen. Makkelijker maar. Makkelijker. Zei ik moeilijker? Sorry. Zwaar. Makkelijker natuurlijk, sorry mijn fout. Goed dat je het zegt. Kan hier eventueel misschien een matje eronder leggen, dat is misschien wat prettiger voor de knieën. Perfect. Is het 25 per been of 25? 25 per been inderdaad. Okay. Dus in totaal moet je er dan 50 doen. Dat is best pittig hoor, want je blijft toch constant best wel lang in een plankpositie. Handen blijven nog steeds recht onder de schouder. Ademhaling blijft gewoon gecontroleerd. Hoeveel heb je er al gehad, Tim? 30. 30. Dus je merkt dat dat best wel veel herhalingen zijn, dat dat best wel even duurt. Maar ik denk dat jij wel iets zwaarder kan, hè? Dus je mag weer terug. Kijk, dat kan je wel. Het gaat ook iets sneller. Ja. Dus dan ben je ook wel iets sneller doorheen. Goed zo. Hou dit vol. Je bent er bijna, laatste paar. Kijk, yes. Top, 50 herhalingen gehad. Oefening 2, gaan we meteen door. Vanuit de squat aan de rechterkant, de lunge en door. Wat je ziet is dat Tim constant aan één kant blijft, dat is perfect. Wat je ook ziet is dat hij laag blijft, dus die spanning blijft constant op de benen, lichaam blijft rechtop. Je ziet dat het andere been gewoon echt recht blijft, knie komt niet voorbij de tenen. Dat ga je denk ik wel voelen, hè? Je voelt dat die spanning echt constant op je been blijft. Stel dit is nou iets te zwaar voor jou, wil je hem lichter maken, nu zeg ik het wel goed. Mag je vanuit echt een squat even naar lunge, kom weer terug, maak je een squat, kijk, goed zo. Daardoor blijft er gewoon iets minder constante spanning op je been, waardoor het iets makkelijker is. Het is best wel pittig omdat jij gewoon 2 oefeningen achter elkaar doet en ook nog eens 25 herhalingen. Dat voel je denk ik ook wel, hè? Ja. Qua ademhaling, inademen, omlaag, uitblazen, omhoog. Kijk, hij gaat toch weer voor de moeilijkere, hij wil zichzelf wel uitdagen. Dit gaat perfect, hè? Hoe voelt dit? Ebbes! Ja? Waar is ze? Super! Mooi, gaan we naar de volgende 2. Touwtje springen. Touwtje springen. Lekker. Pak het touw. Armen bewegen mee. Drijven vanuit de polsen. Niet te veel met de hele armen gaan zwaaien, dat is niet nodig. Lichte voeten optillen. Probeer de hakken wel helemaal terug te drukken op de grond. En de knieën komen omhoog. Nou, om het makkelijker te maken, doe je hem gewoon stappen. Zou ik wel niet zo snel draaien, maar nee, dan moet je wat langzamer, hè? Om het wat moeilijker te maken mag het tempo natuurlijk weer omhoog en kun je de knieën wat hoger omhoog tillen. Ja, kijk, makkie. Zeker. Gaat goed zo. Ja, toch? Let erop bij het touwtje springen dat je niet te veel met het bovenlichaam naar achter gaat leunen. Goed rechtop blijven, voeten blijven onder de heupen. Dat is het. Nou 25 keer om en om of 25 keer? 25 keer rechts, 25 keer links. Okay, super. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Super. Hebbes? Hebbes. Squat lunge, andere kant. Zelfde als net, zelfde oefening. Natuurlijk niet aan dezelfde kant, want dan heb je morgen alleen maar spierpijn aan één kant. Andere been, nou ook bij Jordi zie je, de knie blijft goed boven de enkel. Achterste voet, grote stap naar achter. Maar bij de lunge mag je nog iets meer rechtop komen met het boven. Kijk, dat is hem. Goed die knie naar beneden. Achterste knie stapt. Nou ook hier is het zo, net zoals net. Wordt dit te zwaar, maak je bijvoorbeeld 1 single squat en 1 single lunge.
Tussendoor mag je gerust ook even de benen losschudden, maar probeer wel die hele serie aan één keer af te maken. Ja, handen blijven goed in de zij, netjes. Voorste voet blijft goed op je hak steunen, zorg ervoor dat niet de hak loskomt. Nou kijk, tempo kan wel wat omhoog, of niet? Zeker. Laatste paar. Dat is pittig. Ja? Die ga je wel voelen, hè? Ja, dat zeker. Mag ook wel. Lunch goed rechtop, naar bovenlichaam. Ja, nou, prima. De laatste. Yes. Top. Dat was één ronde. Jullie mogen er dus nog drie rondes achteraan plakken. Heel veel succes. Succes.